In 1501 telt Antwerpen 40.000 inwoners. Een eeuw ervoor waren dat er 20.000. 60 jaar later zijn dat er meer dan 100.000. Dus de Antwerpse bevolking groeit heel erg snel. Het Antwerpse vleeshuis wordt gewoon te klein. Het oude vleeshuis wordt afgebroken en men verdubbelt in feite de grootte van dat oude vleeshuis. Dat nieuwe vleeshuis is echt een statement. Die beenhouwers die drukken als het ware met dat nieuwe gebouw hun stempel op de Antwerpse stedelijke ruimte. Het is dus ook voor hen hun gildehuis. Het vleeshuis, de naam van het gebouw zegt het al, het is een gebouw dat is neergezet om te dienen als markthal voor de vleeshandelaren hier in Antwerpen. Als Antwerpenaar kwam je hier je vlees kopen in de 16e, 17e en 18e eeuw. Mensen die de markt bezochten zullen ongetwijfeld heel erg geïnteresseerd zijn geweest in het vlees dat daar lag, de show die daarmee gepaard ging. Ze zullen ook naar hier zijn gekomen om te roddelen, om het laatste nieuws te horen. Zo kon je bijvoorbeeld in 1566 voor een halve stuiver een enorm vark komen bezichtigen. En daar kwamen dan de Antwerpenaars graag naar kijken. Op het einde van de 18e eeuw verloor het gebouw zijn functie. En dan heeft het gebouw andere functies gekregen, meer en meer als opslagplaats. En op de eerste verdieping culturele functies. Hier zaten dan kunstschilders, Nicaise de Keizer had hier bijvoorbeeld een atelier. Hier is opera opgevoerd. Hier zat ook een orgelbouwer bijvoorbeeld. Tegen het einde van de 19e eeuw was het gebouw in heel slechte staat, volgens sommigen echt klaar om afgebroken te worden. Gelukkig zijn er een aantal mensen die zich hebben opgeworpen als beschermer. En die hebben dan gezorgd voor restauratie. En die hebben er ook voor gezorgd dat dit gebouw uiteindelijk een museum is geworden. In 1913 is het dan geopend als een museum voor toegepaste kunsten en oudheden. In 2006 is dan echt de keuze gemaakt om volledig in te zetten op muziek. En hier dus een museum van te maken, Museum Vleeshuis Klank van de Stad. Gewijd aan het muziekleven in Antwerpen. En sindsdien bouwen wij alleen maar verder aan dat verhaal.